Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Julia en als je nieuw bent, welkom op mijn kanaal. Ik heb vandaag een shoplog van een superleuk merk. Ik ben er al echt een aantal jaar fan van. En ze hebben ook een petite collectie, wat ik ook echt heel erg fijn vind. Want ik ben nogal klein en petite dus. Vooral voor broeken kan ik nooit een goede maat vinden. Maar ik heb dus vandaag een shoplog van Boohoo. En ik ben echt super excited om alle items aan jullie te laten zien. En laten we even gaan beginnen. Als eerst heb ik hem al aan. Dit is de achterkant. En ik ben er super blij mee. Ik zal hem zelf combineren met een bikershort. Ik heb nu gewoon mijn normale broek aan. Maar ik zal hem zo meteen eventjes laten zien hoe ik hem echt zou willen combineren. Ik vind die tie-dye trend echt super leuk dat hij weer terugkomt. Dus ja, dat is het eerste item. Het tweede item is ook een t-shirtje. Dat is deze. Die vond ik super schattig met zo'n luipaardje erop. Ik doe deze meestal in mijn broek. Nou ja, je ziet het wel. Volgende item. Mijn vriendinnen die noemen het een beetje een piratenblusje. Dat is deze. Hij is een beetje poofy. Hij heeft ook een beetje poofy mouwtjes. Hij is crème kleur en ik vind hem super schattig. Ik wil dit elke keer aan, maar er is niet echt een moment van. Want het is natuurlijk best wel een wat bijzonder blouseje. Dus ik kan niet wachten om deze aan te trekken. Deze broek heb ik van de Petite Collectie. Want broeken zijn mij altijd groot, vooral zo'n cargo broek. Hij is in een soort van, ja, wat is het? Bruin-rode kleur, een beetje oranje-achtig. En ik vind deze heel stoer staan met een crop top of zo. Voor optredens vind ik deze heel nice. Ik heb niet alleen kleren, maar ik heb ook schoenen uitgekozen. Deze superleuke laarsjes. Ik was alweer toe aan nieuwe hakken, want ik heb nu van die hakken, zeg maar, laarsjes hakken. Waarbij je denkt, het zijn net je allereerste hakken. En dat vind ik niet zo erg leuk. Dus ik heb deze nieuwe stappers gekozen. Je hoort hem misschien al. Deze superleuke riem. Even kijken. Zo, ongeveer. Kijk, hij heeft... ik laat hem even dichtbij zien. Hij heeft een paar van die... Een dingetje met diamantjes. Zo eentje. En dan nog eentje met diamantjes. En de main chain is zeg maar groot. En wat ik heel fijn vind, want ik heb een andere chain belt. Deze heeft zo'n dingetje en past er ook echt daadwerkelijk in. Want ik heb ook een paar die er gewoon, die passen niet in elkaar. Maakt echt je outfit af. Ik had geen zin om deze helemaal door mijn riemding te halen. Dan heb ik nog een broek van de Petite Collectie. Deze valt trouwens wat kleiner, dus zorg dat je hem wel een beetje op... Het is een beetje gek, omdat het natuurlijk petite collectie is, maar hij is wel echt goed petit. Deze Boyfriend Destroyed Jeans. Daar was ik weer heel erg naar op zoek. Tadaa! Met hele grote, flinke grote gaten. Dan alvast een beetje voor de winter dit jurkje. Een soort van ja, truijurkje-achtig. En deze mouwtjes hebben een... Dat is gewoon een super cute detail. Hebben een super cute detail. Ja, goed gesproken. En hij heeft dit printje. En ik zit te denken, maar volgens mij is dit alweer het laatste item. Is it or is it not? Ja, volgens mij wel. But I'm really, really happy with it. Ik heb deze ook aan gehad bij de Kistel 20 afgelopen zaterdag. Een super leuk jasje met pantenprint. Ik vind deze echt heel erg leuk. Hij zit ook lekker. Dat is ook super belangrijk. En I love it. Kijk. Wil ik hem aan gaan trekken terwijl ik zo meteen nog aanshots ga maken. Gaan we even kijken naar de aanshots. Dit waren alweer alle producten van Boohoo die ik aan jullie wilde laten zien. Het zijn persoonlijk een van mijn favorieten. Wil je ze nou ook bestellen? In de beschrijving staan alle linkjes naar alle items. En ik heb een kortingscode voor 20% korting. Werkt ook op de sale en ook alleen maar op de Nederlandse site en de EU-site. Dan weet je dat alvast. De code is JuliaB. En ik zou zeggen heel erg veel plezier met shoppen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En even op de links beneden te klikken. En ik zie jullie weer de volgende keer. Doeg!